President Chandrika Prasad Santokhi heeft op donderdag 28 juli 2022 de officiële opening van het Suriname Eye Center SEC in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verricht. Met de nieuwe ontwikkelingen is het SEC nu getransformeerd tot het meest moderne oogcentrum in de regio. Voor deze kliniek heeft de overheid fondsen beschikbaar gesteld waarmee nieuwe en moderne apparatuur zijn aangeschaft. Dit project is mede tot stand gekomen door een donatie van de Kirpalani Foundation en I Am Gold. Tijdens deze gelegenheid bracht de president ook een bezoek aan de NICU-afdeling van het AZP. De Surinaamse opleiding tot oogarts duurt namelijk 5 jaar, waarvan 2 jaar in Nederland gedaan wordt. In Rotterdam is de oogzorg op een efficiënte en kosteneffectieve wijze georganiseerd. En wij hebben gekeken hoe ze dat hebben gedaan. Het principe is om een expertisecentrum te vormen door bundeling van deskundigheid en ontwikkeling van subspecialismen die voldoende diepgang aan het vak geven. Het oog als belangrijk zintuigelijk orgaan, zo klein als het is, is toch anatomisch divers en de verschillende onderdelen vragen om specifieke aandacht en kennis. Het ontwikkelen van subspecialisme is daarom ook een speerpunt van ons beleid geworden. Ook de bundeling van alle oogartsen in 1 centrum is een belangrijke beleidskeuze, evenals het beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar maken en houden van de oogzorg. Dank aan mijn collega oogartsen, ook zij die mij voorgingen. En al onze medewerkers, ook zij die er nu niet meer bij zijn, die de groei naar dit moment mogelijk gemaakt hebben. En dan richt ik me in het bijzonder tot Vijay. Het project heeft enorme uitdagingen gehad. En wanneer we het zelfs, ik moet ik bekennen, het niet meer zag zitten, heb jij het weer vlot kunnen trekken. Onze dank is niet in woorden uit te drukken. Ik ben blij en trots dat we samen dit centrum aan de Surinaamse gemeenschap en aan onze patiënten mogen aanbieden. Laat dit gebouw en onze organisatie ook een norm zijn. Met nette wachtruimte en spreekkamers, efficiënte processen, up-to-date apparatuur en operatiekamers, goed opgeleide en betrokken zorgverleners. We blijven verder werken en streven naar een vlotte behandeling en korte wachttijden. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar wat we hebben neergezet, president, minister, dat moet ook in stand gehouden worden, omdat we niet in de zorg onze hand kunnen ophouden voor donoren, hoezeer we het ook verwelkomen. Een correcte zorg van de financiering is daarom essentieel. Een klein ding wat we nog kunnen toevoegen is een laminar flow system om de hoogste operatieve veiligheidsgraad te halen. Dat is op de agenda en een elektronisch patiëntendossier. We zijn daar al met meneer Boudou die hier aanwezigheid in overleg en het ziet er goed uit. Binnen 4 maanden wordt de verpleegafdeling, zodat we onze oogpatiënten ook hier zelf kunnen opnemen, opgeleverd. Daarvoor heeft de Kirpalani Stichting een additioneel bedrag van $150.000 toegezegd. Dank. Meneer de president, dames en heren, ik dank u en ik feliciteer u allen met de oplevering van dit gebouw. Dank u. Vandaag is een heel bijzondere dag. Bijzondere en heugelijke dag voor ons AZP'ers. Maar in het bijzonder voor het team van Suriname Eye Center onder leiding van dokter Gerald Paviro-Regio. We hebben met z'n allen reikhalzend uitgekeken naar dit moment en eindelijk, na een lang voorbereidingstraject met de nodige uitdagingen, kunnen wij ons oogziekenhuis formeel openstellen. Velen zullen onze emoties niet begrijpen, maar u dat heeft men kunnen proeven tijdens de speech van dokter Paviro-Regio. We zijn verheugd om een grote stap vooruit te doen. Elke stap vooruit wil zeggen een stap naar een betere zorgomgeving voor ons personeel, maar in het bijzonder voor onze patiënten. Het Academisch Ziekenhuis is het grootste ziekenhuis in Suriname en tevens het enige ziekenhuis dat topklinische zorg kan aanbieden in een multidisciplinaire setting. We zijn verantwoordelijk voor 60% van die totale ziekenhuiszorg en 80% van de landelijke intensieve complexe zorg.
De behandelroutes die wij binnen het ziekenhuis hebben, zijn ingegeven door de aard van de ziekte van deze tijd. Het academisch ziekenhuis, zoals allen bekend, is het vlaggenschip van de tweede en derde lijnzorg met diverse maatschappelijke functies en vervult elke dag een immense taak om te voldoen aan het leveren van kwaliteitszorg. President, we zeggen de regering nogmaals dank. Dank voor het geloof en vertrouwen en het willen mee investeren in dit mooie ziekenhuis. Het academisch ziekenhuis heeft nog heel veel potentie met een duidelijke visie en missie. We weten het, gezondheidszorg kost geld. We weten ook dat gezondheidszorg momenteel onder hele hoge druk staat. Maar middels dit soort initiatieven, private-public partnership, kunnen we veel meer doen naar de Surinaamse samenleving. Namens het AZP-team, president, zeggen wij aan u en uw team grand tangi en nogmaals grand tangi. En aan de Surinaamse samenleving zeg ik dat ik u ook allen feliciteer. En ik reken erop dat het Suriname Eye Center u echt wel op een correcte manier, ik zou het niet hebben over dus de lange wachttijden. Ik kreeg al hele goede positieve berichten van patiënten. Directeur, ik ben vermoedelijk, ik blijf niet zo 4 uren meer zitten hier bij Eye Center. Ik ben binnen 2 uren geholpen. Houden jullie het zo? Laat de gemeenschap geven met blijken van dat wij inderdaad iets goeds hebben neergezet. Professioneel, met de nodige apparatuur die nodig is. Ik dank u. Partners, strategische partners van het Academisch Ziekenhuis. Ik heb Alani. Van de Kepelani Stichting, Team of I Am Gold, specialisten, overige hoofdvaardigheidsbekleders, personeel, alle overige aanwezigen. Ja, sorry, ik ben NOB vergeten, de Nationale Ontwikkelingsbank. Goedemiddag. We staan 50 meter verwijderd van het meest moderne oogziekenhuis van het Caribisch gebied. Mag ik daarvoor alvast een applaus? En ik ken dokter Pawiro Reggio als begeleider, als opleider ook. Maar de doorzetting, zeker van alle partners, alle componenten, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie project. Ik zie dokter Juman Khan, net ook een heel mooi gesprek gehad. Goede basis gelegd voor de ontwikkeling van het ziekenhuis. Maar alle componenten en iedereen die daarbij heeft bijgedragen, wil ik van harte dankzeggen. Ik weet nog dat in september 2020 de heer Kerpelani op audiëntie kwam. Hij vroeg het echt zo om persoonlijk langs te lopen. En heeft daar zijn zorg toen geuit over de voortgang van dit project. En we hebben goed geluisterd en we hebben uitgewerkt een bepaald scenario, een tijdlijn. En toen kreeg ik in 2021 het schrijven van het Academisch Ziekenhuis over de het financieringstekort van dit project. En het was enorm pijnlijk om dat te vernemen, dat ondanks de inzet van donateurs, dit project, dit mooie project, er een bedreiging bestond dat dit niet meer zou doorgaan, althans niet op tijd afgerond zou worden. Er was een beroep gedaan op ons om in ieder geval het financieringstekort, zoals net aangehaald door de directeur, van 650.000 Amerikaanse dollar voor de aanschaf van benodigd medical equipment te financieren vanuit de overheid. En ik heb dit serieus opgepakt, gelijk besproken met de president en de minister van Financiën. En ik mag u zeggen dat vanwege de impact op de sociale, op de maatschappij en ook voor de patiënt, de regering ondanks de grote financiële uitdagingen binnen de zorg dit project als een prioriteitsproject heeft gezien, herkend en erkend en er alles aan gedaan heeft om de middelen zoveel als mogelijk ter beschikking te stellen. Ik wil daarvoor zeker ook de minister van Financiën, die hier niet aanwezig is, maar wel zijn commitment vanaf het begin aan mij heeft doorgegeven dat wij dit project niet in gevaar zullen laten komen en dat we juist heel snel dit project moeten afronden. Ik wil u niet lang meer bezighouden, omdat er is al heel veel gezegd over het oogcentrum. Wat ik u nog slechts wil meegeven, de regering kijkt serieus naar het oplossen van brandende vraagstukken. De president heeft zo meteen dat ook voor u als in ieder geval belangrijke informatie. Maar, directeur, misschien kan ik het hier zeggen, behalve
het project Oogcentrum of Oogziekenhuis heeft de regering ook het project upgrade en renovatie van de spoedeisende hulp goedgekeurd. En daarvoor is er een bedrag uitgetrokken van $840,000. President, u weet dat u in februari, was het februari, afgelopen was u hier voor de opening van de CT-scan. En u hebt de rondleiding gehad. En u hebt de rondleiding gehad in de SEH. En er zijn plannen gepresenteerd. Na uw bezoek zijn we aan tafel gegaan. En hebben gekeken naar het project. Het project welke zich richt op het praktisch maken van de SEH. Om de flow van de patiënt zo efficiënt mogelijk te organiseren. En het project ter waarde van $840,000 is door de regering goedgekeurd en ter beschikking gesteld. Ik begrijp dat het de stukken al naar het ministerie van Financiën zijn ter beoordeling. En dat wij proberen over een aantal maanden weer hier dit project ook op te leveren. Zodat de impact op die maatschappij, die ook bij de SEH enorm veel uitdagingen ervaart, dat wij ook daar verbetering zien van de systemen. En zo pakken we langzaam. Er zijn nog een aantal projecten die we hier niet gaan noemen. We werken er nog aan en hopelijk kunnen we bij die opening, directeur, ook wat meer nieuws geven aan de mensen. Nogmaals, thank you very much. En dank u wel, heer Kerpelani, en alle anderen die hiertoe een bijdrage hebben geleverd. Bedankt. En voor mij een waar genoegen om ook vandaag bij dit belangrijk moment voor Suriname aanwezig te zijn. Omdat wij onvoldoende nog beseffen hoe belangrijk dit project is voor onze samenleving. En als u wil weten hoe belangrijk het is, moet u gewoon je ogen dichtmaken en proberen uw dagelijkse gang van zaken te ondernemen met gesloten ogen. En dan ziet u hoe moeizaam en hoe problematisch dat verloopt. Het project van vandaag zal bijdragen dat vele burgers van ons land weer gelukkig gaan worden. Weer een zicht gaan hebben. Maar ook, wat ik hier hoor, personen van daarbuiten. Van de Caribische regio, Frans-Guyana, Antillen hoor ik. Ook hun weg zullen vinden naar een instituut wat high-equipped is, professional, met staffing, maar ook moderne technologie beschikbaar heeft voor die iCal. En als ik vandaag hier sta, dan zie ik als president meerdere uitdagingen die om aandacht vragen. Vanmorgen vroeg was ik op weg naar zee, terwijl wij hier praten over professionaliseren van de gezondheidszorg. Zat ik daar met professor Naipaal met parwa en mangrovenplanten hoe we onze aarde kunnen beschermen, onze planeet kunnen beschermen. En ik vraag ook uw aandacht daarvoor en dat u ook oog heeft voor dat project. En we hebben net de namen van de projecttrekkers allemaal gehoord. De heer Pawiro Reggio, mevrouw Boudou en anderen. Directie, directeur en uw staf. En alle andere personen. Many thanks voor uw bijdrage bij het succesvol uitvoeren van uw project. Het enige wat ik kan zeggen, u heeft oog voor de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Many thanks. God bless you all. Thank you.